Dit is Radio 6. Op alle festivals is natuurlijk altijd de vraag, is het eten een beetje binnen te houden en zijn er lekkere drankjes? Maar op een festival als North Sea Jazz verwacht je natuurlijk altijd net iets chiquer, net iets lekkerder eten. Maar voor de echte culinaire fijnproevers kan je natuurlijk ook een lekker hapje sushi meeprikken. Zoiets bijvoorbeeld. Ondertussen vraag ik even, wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het eten? Sushi en boontjes. Is het lekker de sushi? Hele lekkere sushi en hele lekkere boontjes. Van sushi is altijd de vraag, is het betaalbaar? Vandaag ben ik niet iets waard. Ik heb voldoende munten ingeslagen, volgens mij. Maar ik heb nog geen idee hoeveel we er straks kwijt zullen zijn. Als het maar lekker is, dan gaat het om. Je bent natuurlijk op North Sea Jazz Festival. Dus ik denk, ik zal je even een glaasje whisky aanbieden namens de Whisky Bar. Je ziet daar achterin staan, jazz was born in a whiskey barrel, dus dat is natuurlijk de link, zeg maar. Wat heeft jazz nou met whisky te maken dan? Ja, in principe niks, maar de mensen die van jazz houden, ja, die vinden whisky ook heel erg lekker. En dat zie je ook, hoe ontspannen de mensen hier op de bank zitten. Jazz en whisky hoort heel mooi bij elkaar. En ja, mooie muziek, mooie drank, dus ja, dat matcht heel goed. Ik hoop dat die smaakt genieten van en vooral meer op het festival nog van genieten. Dus, heerlijk. Ja, super genieten van, man. Ik hoop dat dit het einde van het filmpje is, want hier blijven denk ik de rest van de dag. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn van het bedrijf Oestermeisje en we staan hier samen met Zwethul. Dat is een 2-sterren restaurant en we staan eigenlijk hun specialiteiten hier te verkopen. Dus je kan op North Sea Jazz ook gewoon in een 2-sterren restaurant eten? Dat klopt, ja. We zitten lekker volgeboekt en wij staan hier voor het restaurant de specialiteiten lekker te verkopen. Ja, want ik zie mensen binnen zitten, maar jullie staan hier buiten. Laten we eerst even beginnen met wat hier gebeurt. Wat is dit? Dit is een heerlijke pata negra. Dit is een Spaanse Iberico, een hele goeie. En kun je bordjes van kopen. Dat is een varkenspoot, is dat toch? Een hele grote varkenspoot, ja. Maar dat is respectloos om te zeggen, dus sorry. Maar wat heb je hier allemaal dan? Ik heb hier heerlijke oesters. Met een beetje tabasco, of citroensap, peper. Super chic. Ja, zou ik daar een stukje van mogen proberen? Natuurlijk. Heerlijk, hè? Lekker. Mooi zo. Raar bier hebben ze hier. Wat een rot leven heb ik toch. Ja, er is zoveel te kiezen. Uiteindelijk gaat er toch niks boven een echte, lekkere, biologische bitterbal. Biologische bitterbal. Rundvleesbitterbal, deze. Heerlijk. En je weet het, hè, met bitterballen, je moet nooit te snel eten. Je verbrandt altijd je wafel. Beetje blazen. Kleine hapjes. Lekker. Lekker. Heel lekker. Dit is Radio 6.